thuis. Helemaal klaar mee. Ik ben beter. Hey jongens, ik ben... Alice in YouTube-land. En vandaag ga ik het met jullie hebben over een aantal awkward momenten. En dat ga ik niet alleen doen. Dat ga ik samen doen met... Hij viel net. Van welk YouTube kanaal ben je? Van de Bradley's Awkward Life. Ja, en omdat... Ja, dat zie je net al. En, ook, ja, en omdat hij van Bradley's Awkward Life is en ik echt een jaar geleden, nog langer zelfs, een video heb gemaakt over awkward momenten, dacht ik, dat ga ik weer doen, maar dan met Bradley's Awkward Life. Ja, lekker. En zijn eerste awkward moment is net al gebeurd, want hij pleurde daarna. Ga ik eerst of ga jij? Ja, jij gaat lekker eerst. Oh, okay. We hadden hier in de straat hadden we een verjaardag en ik was een jaar of 11, 12. En we gingen twister spelen buiten en iedereen zat buiten. En ik sta dus in zo'n houding met mijn rechtervoet op blauw en mijn linkervoet op hier. En ik zat helemaal in de knoop. En ik sta en ik had niet door dat het eraan zat te komen, maar ik kwam gewoon en er komt me toch in één keer een scheet uit mijn reet. Niet normaal. Normaal voel je dat opkomen toch? Gebeurde niet. Hij kwam gewoon en... Ik kon niet ontkennen dat ik het was, want ik schaamde me zo erg, het helemaal rood. Wat zeg, man? Wat zou dat zijn? Lekker awkward, hè? Nu mag jij. Oh ja, ik denk dat ik een jaar of 8, of zo, ik denk dat het oud was. Oud, 8 of 9, wat leuk ding. Ik was een jaar of 8, geloof ik, en mijn moeder ging winkelen. En ik weet niet veel wat voor winkel dat was. Natuurlijk als kind, dan zeg je dan maar een beetje te vervelend natuurlijk. Dus mijn moeder zat dingen aan te kleren, zat kleren aan te doen. Dus ik wil naar mijn moeder toe gaan, maar ik had echt niet meer door waar ze aan het omkleden was. Dus ik zei heel blij, zo, mam! Dus ik doe zo'n ding open. Staat er dus zo'n lekkere vrouw, staat ze dan om te kleden. Was mijn moeder niet. Oh. Maar ook echt, ik deed ook echt dat ding zo. En die vrouw zo, wow! En dat was echt dramatisch. Heb je de tiddies gezien? Nee, ik veel. Heb je de tiddies niet gezien? Wij moesten vroeger altijd gymmen buiten school, dus bij een aparte gymzaal, bij Galgenwaard. Dat is het Utrechtstadion van FC Utrecht. Oh. Mijn vriendinnen en ik die deden gewoon altijd van, nou ja, doorlooppakket. Dus ik dacht dat er een vriendin voor me liep. En die liep voor me en die liep een beetje traag. Dus ik zeg, doorlooppakket. En dat meisje draait zich dus om. En het was gewoon iemand anders. En ik zo, oh sorry, sorry. Ik dacht dat je iemand anders was, sorry. Gelukkig kon ze er wel om lachen, maar het was wel, ja. Lekker awkward. Nummer 2. Deze was echt pas, denk ik, een paar weken geleden. Ja. Op de Dutch YouTube Gathering. Ik was daar echt heel blij aan doen, natuurlijk. Hey, ja. Ik stond met mensen te praten en opeens. Ik draai me om. Ik kijk zo naar iemand. Dat was een meeting van Sophie, denk ik. Opeens staat er een meisje staat daar. En die begint te zwaaien. Ik blijf haar aanstaren en ze zat te zwaaien. En ik denk van: ken ik jou? Zij maar zwaaien ze van: hey. En ik zo: hè? Huh? Dus ik ook omdraaien. Omdat ik dacht, die zwaaide iemand anders. En die van mij. Een uurtje later komt ze zo naar me toe. Ik ken jou! Ik zeg. Oh, jij bent die! Maar ik wist zijn naam niet meer zo goed. Maar toen wist ik van, oh! Dus ze zat de hele tijd te zwaaien naar mij, terwijl ik gewoon niet terug zwaaide. Azuur. Ja. Yes. Weet je wat ik dus altijd heb? Is dat ik denk dat er iemand naar mij zwaait en dan zwaai ik terug en dan was het niet tegen mij. Ja, dat is ook zo heel Ja, dat is jammer. Ik had ook iets bij de gathering. Ik stond met Walter en er kwamen twee meisjes naar ons toe gelopen, maar die stonden daar gewoon een beetje. Dus ik dacht dat het kijkers waren die iets wilden van hem of van mij. Dus ik zei, maar ze bleven maar staan en ze zeiden niks. Dus ik dacht dat ze heel verlegen waren. Dus ik zei, ja, willen jullie iets? En toen zeiden ze, nee, we zijn gewoon de vriendinnen van Walter. Dus dat was gewoon de vriendengroep van Walter die bij ons kwam staan. En ik dacht dat het kijkers waren. Maar dat was dus niet zo. Dus ik zei, oh, sorry, sorry. Maar ik dacht, oh, dat is echt, echt zuur gewoon. Dat ik echt dacht dat het gewoon kijkers waren, maar dat waren niet. Wat er weer zo tegen, ja? Yeah. Nou, nu is de allerlaatste. Als klein kind. Ik kan zo lekker dromen gaan bed, dat je lekker lopen en dan zit je met je mama bij je hand in hand aan met je mama aan het lopen. En dat was met een avondvierdaagse. Dus ik wil loslopen, want mijn vriendjes liepen daarvoor voor. Dus ik wil terug. En ik loop daar zo gewoon random achteruit, want ik weet, mijn moeder liep daar. Dus ik loop er lekker achteruit. Ik pak een hand vast. Ik kijk ze naar boven. Is het zo'n andere vrouw? Ja, ik heb al paniek. Oh, sorry. En ik zo, mama, waar ben je nou? Liep ze daar 2 meter achter me aan. Ik zeg, oh mam, daar ben je. Nou! Dit waren onze awkward momenten, mijn awkward momenten met Bradley's awkward momenten live. Awkward live. Awkward live. Bradley's awkward live. Awkward live. Yeah. En we hebben ook een video opgenomen bij Bradley. Oké, je gaat zelf klikken. Ja, dan klik. Nu. Ja, nu. Au. Nou, en dan moet je maar even kijken en dan zie je vanzelf wat we daar hebben gedaan. Ja, leuk. Toedeloedels!